Hoi allemaal, mijn naam is Roy van LedScherp.nl en in deze videodemonstratie ga ik jullie wat vertellen over de LedLenser M14. En we hebben er niet één, maar we hebben er twee, want recentelijk heeft LedLenser de M14 geüpgrade naar een zwaarder model. We hadden al de M14 met 225 lumen en nu is daarbij gekomen de M14 met 650 lumen. Qua functionaliteit is die exact gelijk, maar qua prestaties zit er toch een heel verschil tussen. Voordat we daarna gaan kijken, laten we eerst even kijken naar de verpakking en de inhoud van de LedLenser M14 en de M14X. Zoals je weet zit bijna elke LedLenser in een hele fraaie zwarte giftbox met een mooi grijs logootje op de onderkant. Ik heb hier alleen de M14X en dat kunnen we hier zien, het artikelnummer met een X daarbij. De M14 laat ik even voor wat het is, want die is precies gelijk. Dus vandaar eventjes dat we alleen deze pakken. Wanneer we de deksel openklappen, zien we aan de binnenkant al direct allerlei informatie staan. Zo zien we hier staan een 650 lumen, 280 meter bereik en maar liefst 14 of 15 uur licht. Er zitten een aantal lichtfuncties op, daar vertel ik zo meteen ook nog van alles over. En hier staan wat specificaties. Wanneer we naar de inhoud kijken, zien we hier de handleiding. Die is ook Nederlandstalig, lees me even goed door. Want deze lamp heeft wat verborgen functies en het is wel prettig als je even dat beheerst. Want anders maak je de verkeerde instelling en gaat je batterij veel sneller leeg. Er zit een polskoordje in. De info sheet over de energy modussen. Je kan hem dus gefaseerd laten dimmen, maar je kan hem ook constant laten branden zodat hij in één keer uitgaat. En hier binnen staan alle functies. Ik leg zo even uit hoe het werkt. Want er kan wel wat verwarring ontstaan over dit formuliertje. Dan hebben we de lamp zelf met een riemclip. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik ben helemaal niet gecharmeerd van deze klem. Ik vind hem namelijk te zwak. Hij wil hier nog wel eens afbreken. En omdat deze lamp vrij zwaar is en vrij dik en je moet best moeite doen om hem eruit te krijgen, kan die knappen. Desalniettemin, deze is in meerdere standen draaibaar. Zodat je de lamp tijdens het gebruik blijven doen en beide handen vrij hebt. Dan zitten er nog de batterijen bij, 4 keer AA batterijen. Dit is de lamp zelf en wanneer we naar de lamp kijken zien we dat het vooral een compacte, maar wel dikke lamp is. Dat compacte komt namelijk omdat de batterijen naast elkaar zitten in plaats van achter elkaar. Dus we hebben gewoon minder ruimte nodig in de lengte. Omdat ze wel naast elkaar zitten, wordt hij wel iets breder automatisch. Maar voor mensen met grote handen is dit een hele prettige lamp om vast te pakken. Want je hebt wel iets in je handen. Met name ook de makkelijk toegankelijke schakelaar kun je hem heel erg fraai bedienen. Ik heb inmiddels de gewone M14 erbij gepakt. Optisch zijn er bijna geen verschillen. Het enige is dat de M14X een titanium gekleurd randje heeft. Voor de rest aan de buitenkant geen verschillen, maar wanneer we gaan kijken naar de lens, dan zien we dat daar toch wel wat verschil zit. Ik zal eventjes een klein beetje gaan inzoomen, want dan kunnen we het iets beter zien. Zo. Links heb ik de M14 en rechts heb ik de M14X. En het eerste wat je opvalt is dat de LED bij de linkerlamp, de M14, een stukje kleiner is dan bij de M14X. Dat verklaart ook meteen de lichtopbrengst, die is bij de M14X, bij deze is die fors hoger. Bijna 3 keer zo hoog. 650 lumen tegenover 225 lumen bij deze lamp. Voor de rest zijn de lampen exact hetzelfde, hebben ook dezelfde lens. En die lens, dat is namelijk een systeem dat je kan schuiven. En dat kan elke LED-lens, die kan dat. En door dit schuifsysteem kun je heel mooi de bundel verbreden, maar ook heel erg mooi versmallen. Wat normaal altijd gebeurt bij zaklampen die je moet draaien, pak bijvoorbeeld de Maglite, daar heb je altijd 2 handen nodig om hem te kunnen bedienen. Hier kan dat gewoon heel makkelijk met 1 hand. We zien hier nog wat olie op de lamp zitten. Er zit altijd wel wat overtollig vet op. Dat kun je er zo afpoetsen. Maar dat houdt de lamp lekker soepel. Nogmaals, de lens van de M14X en van de M14. Ik pak eventjes de camera en ik zoom hem weer wat uit en laten we eens eventjes de batterijen in gaan doen. Je draait hem aan de achterkant, draai hem op en je haalt het batterijhoudertje eruit.
Vier batterijen zitten naast elkaar, een soort van tulpachtige stekker maakt verbinding met de lamp hier aan de binnenkant. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Ik plaats eventjes de vier AA batterijen erin. Trouwens, in deze twee lampen mag je volgens LED-lenzen oplaadbare batterijen gebruiken. Dus doe dat dan ook, want het is natuurlijk ook veel beter ook voor het milieu. In de andere lampen van LED-lenzen moet je daar wat voorzichtiger mee zijn. Raden ze het namelijk af. Hier zit namelijk een microprocessor in die de spanning wat beter reguleert. Ik heb de batterij erin zitten, de lampen zijn klaar voor gebruik. Op het moment als we de lamp aanzetten, begint hij meteen in de volle stand. En dat is deze. Je ziet een vrij compacte bundel, die toch ja, op afstand ook nog vrij compact blijft. De LED is wat groter dan bij deze lamp. Dus wanneer we deze erbij doen, zien we toch wel iets van een verschil. Deze bundel is wat kleiner, deze is groter en feller. Omdat de bundel namelijk bij deze wat groter is, zal die ook op de lange afstand wat meer spreiding geven. Klinkt misschien heel stom, maar als je de M14X pakt, die is voor de geeft meer licht, maar schijnt minder ver dan de M14. En dat ga je zo meteen buiten zien. Ik zet deze even aan de kant, want die lichtopbrengst dat vergelijken we zo meteen. Laten we het even over functionaliteit hebben. Deze lamp die heeft meerdere lichtprogramma's en binnen elk lichtprogramma heb je meerdere lichtfuncties. Standaard wordt de lamp geleverd in het uitgebreide lichtprogramma. We zetten de lamp aan en nu hebben we de volle 650 lumen licht. Wanneer ik deze knop half indruk en ik houd hem ingedrukt, kan ik hem traploos laten dimmen. Druk ik hem nog een keer half in, ga ik naar de knipperstand en druk ik nog een keer half in, heb ik een SOS stand. Doe ik dat nog een keer voor de helft, gaat hij naar de stroop. En druk hem nogmaals half in de knoppen hier aan de achterkant. Dan begint hij weer van vooraf aan. Het werkt heel simpel door half elke keer die knop in te drukken. Je moet het zien. Vergelijken met een knop van een fotocamera. Je drukt hem half in, je stelt hem scherp en je drukt door om te bevestigen. Naast deze lichtfuncties heeft hij ook nog andere programma's, wat ik net aangaf. En die roep je op door vier keer in de uitstand de knop half in te drukken en de vijfde keer door te drukken. Dus wat doen we? 1, 2, 3, 4, 5. Dan zien we dat de lamp gaat knipperen en hij begint weer op volle sterkte te branden. Wanneer ik hem nu half indruk, gaat hij ook naar de dimstand. Maar wanneer ik dan weer half indruk, begint hij gewoon weer op de felle stand. Ik kan hier schakelen tussen hoog en laag. Meer niet. Heb je zoiets van, nou, ik heb die andere functies allemaal niet nodig, is dit een hele plezierige lichtinstelling. Je kan hem ook half ingedrukt houden en vervolgens zul je zien dat hij traploos gaat dimmen. Er zit nog een stand op en dat is de zogenaamde politiestand. En dat is 1, 2, 3, 4, 5 keer doordrukken. Nu begint hij weer op de felle stand en wanneer we nu half indrukken, krijgen we meteen onze stroboscoop. Mocht je politieagent zijn, in de beveiliging werken, is dit een hele plezierige stand. Want wil je direct naar de stroboscoopstand, hoef je niet eerst al die programma's door, maar zit je meteen op de stroboscoopstand. Ik stel hem voor het gemak weer eventjes in op de normale stand. 1, 2, 3, 4, 5. En dan zit hij op de normale stand. En nu heb ik alle knipperfuncties weer tot mijn beschikking. Daarnaast zit hier ook nog een energiebesparende stand op. Je hebt net in de grafiek kunnen zien, op dat papiertje wat ik liet zien, dat is deze. Dat je de lamp geleidelijk kan laten dimmen, maar je kan ook hem constant laten branden en dat hij in één keer uitgaat. Dat doe je door, zoals je kan zien, 8 keer half in te drukken en 1 keer door te drukken. Dus in de praktijk gaat dat als volgt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doordrukken, even wachten wat er gebeurt. En je ziet nu dat de lamp in één keer uitgaat. En hij blijft uit. Nu staat de lamp in de constante stand. Dus hij blijft continu even fel branden en in één keer gaat hij eruit. Standaard wordt die geleverd in de energy stand en dat ziet er als volgt uit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, dan zat het verkeerd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou druk ik hem helemaal in en dan zie je dat die lamp dimt en dat hij uitgaat. Nu staat hij in de energiestand, want aan het dimmen kun je zien dat hij gefaseerd in lichtsterkte afneemt. Dat doet hij zolang je de lamp aan hebt staan. Op het moment dat je hem tussendoor uitzet en weer opnieuw aanzet, begint hij weer in de normale lichtsterkte.
Dit schuifsysteem, dat hebben we net gezien, dat is heel mooi te schuiven met één hand. Ik heb net heel tijd de gefocuste stand gebruikt, maar ik kan natuurlijk ook heel eenvoudig die kop verbreden. En dan wordt het in één keer een stukje breder qua oppervlak wat er verlicht wordt. Nu heb ik heel gefocust, nu heb ik hem heel breed. Nu heb ik hem heel gefocust en nu heb ik hem heel breed. Tot zover de functionaliteiten van de LED-lenzen M14X en de instellingen, de mogelijkheden ervan. Ik heb de M14 ook bij me, dus ik stel voor dat we eventjes buiten gaan kijken om de verschillen in lichtopbrengst te kunnen zien. Oké, jongens, welkom bij de demonstratie van de M14 en de M14X. We staan inmiddels buiten, dus tijd voor de praktijktest. Ik heb de M14 en de M14X bij me. En natuurlijk de Maglite 2D-cel, zodat we een mooie vergelijking kunnen maken met de lampen die we allemaal wel kennen. Dit is de Maglite 2D-cel op 10 meter afstand, het eerste paaltje. Op 15 meter afstand, het tweede paaltje. En het derde paaltje op 15 meter afstand met ons struikenpartijtje. Achter het eerste paaltje staat de boom. Ongeveer op 50 meter afstand. En je ziet, die kunnen we wel zien. We zien alleen wat we willen zien. Daar bedoel ik mee. We zien ook niks meer dan alleen het stukje waar de spot van de Maglite zich bevindt. Omgevingslicht is er nauwelijks. Dit is de Maglite 2D-cel. En dit is de LED-lenzer M14. Nou, ik sta hier met drie lampen in mijn handen, dus het is een beetje lastig schijnen. Zo. Dit is de LED-lenzer M14 met 220 lumen. Op de volle stand. Ons paaltje op 10 meter. Ons paaltje op 15 meter. Of 15 meter, 20 meter. En hier de struikenpartij ook op 20 meter. En dan de boom op 50 meter. En je ziet dat we veel meer kunnen zien dan met die Maglite 4D-cel. En dat is wel net zo prettig. Als ik de Maglite of de Maglite 2D-cel, als ik de Maglite er eventjes naast hou, ja, dan zie je gewoon het verschil tussen de Maglite en de LED-lenzer M14. Ik stop de Maglite weg, want ik pak de M14X er even bij. Die heb ik in mijn andere hand. Links heb ik de M14 van LED-lenzer 220 lumen en rechts heb ik de M14X van 650 lumen. Wat ik net al in het filmpje aangaf is dat de M14X een grotere LED heeft, waardoor die meer lumen kan geven, waardoor die dus feller brandt. Het wil niet per definitie zeggen dat die ook verder komt. Je ziet dat de bundel van de M14X wat breder is dan van de M14. Dat heeft te maken met de LED. De LED die is wat groter en dan wordt die wat moeilijker te bundelen. Wanneer ik met mijn M14 er doorheen schijn, dat gaan we dadelijk op lange afstand zien, zul je zien dat die M14 eigenlijk net iets verder schijnt dan die M14X. Terwijl die M14X me meer licht geeft. En dat is vaak op korte afstand weer prettig. Laten we eventjes de test doen. Op de lange afstand, op de boom van 50 meter. Hier hebben we de boom van 50 meter. En dit is de M14X. Je ziet dat die M14X een bredere bundel heeft en die hele boom in één keer in het licht zet. Terwijl als ik de M14 pak, pak ik maar een klein stukje van die boom. Pak ik nou de M14X, pak ik de hele boom in één keer. Maar je ziet dat door de bundel van de M14X, de bundel van de LED-lens M14, beter zichtbaar is. Dat betekent dat die M14 gewoon verder schijnt. Wil je meer licht, dan heb je die M14X nodig. En die M14X die geeft een ontzettend mooi brede bundel, dat we die hele boom in één keer kunnen zien. Terwijl die M14 iets strakker is, iets gefocusseerder en daardoor wat verder schijnt. Kijk, want die bomen rijden hier achter op 100 meter, is perfect zichtbaar. Met die M14X ook nog wel. Alleen hier kun je het nog beter zien, is dat die bundel van die M14, van die gewone M14, er gewoon dwars doorheen gaat. Zo heeft elke lamp weer zijn voordeel en zijn nadeel. Wanneer je deze lamp nou breed gaat gebruiken, ga ik ze van naast elkaar houden, is die M14X weer veel beter. Dit is de M14 wat ik nou in mijn hand heb. En als ik hem breed maak door aan die kop te schuiven, hebben we een ontzettend brede waas voor ons, dat we alles kunnen zien wat we willen zien. Pak ik nou die M14X erbij, dan is dat gewoon net een stukje feller.
Ik zal eventjes zo. De M14 en de M14X. En je ziet dat deze, doordat hij dus een nieuwere led heeft, een grotere led, veel meer licht geeft op de korte afstand. Pak ik nou de M14 erbij, is het gewoon veel minder. De M14X eroverheen en je ziet het verschil. Links de M14 en rechts de M14X. Wanneer ik ze nog een keer focus, dus de bundel strakker maak, dan zie je dat hij op een lange afstand een bredere straal heeft en die M14 een strakkere straal. Wanneer ik ze samen ga schijnen, dan kun je gewoon het verschil heel goed zien. Ze zijn allebei even mooi en het is maar net even wat je dus wilt als je dus een keuze wil maken tussen een van deze twee lampen. Kies je voor een lamp met voldoende licht op de korte afstand, dan is de M14X een hele goede optie. Hij levert op afstand wel iets in, al is dit nog meer dan genoeg. Wil je net iets verder kunnen schijnen, maar neem je genoegen met minder licht, ja, dan is de M14 hierboven in beeld een hele goede optie. Het is maar net wat je wil, maar dit filmpje bewijst dus dat meer lumen niet inhoudt dat je er ook verder mee kan schijnen. En dat is een fabeltje en dat is iets waar we heel veel vragen elke keer over krijgen. Van ik zoek een lamp die heel ver kan schijnen, moet ik dan een lamp pakken met de meeste lumen? Dat is niet waar. En hier zie je waarom. Mocht je nou na het zien van dit filmpje geïnteresseerd zijn in de LED-lens M14 of de M14X, surf dan snel naar www.ledscherp.nl en bestel de LED-lens M14 of de LED-lens M14X.